DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Welkom bij de wedstrijd Jong Almere City tegen DVS 33 uit Ermelo. U ziet in het beeld de opstelling, mannen staan klaar, geven elkaar een handje. En City de koploper in de derde divisie. DVS op een negende plek. Eens kijken wat deze wedstrijd gaat brengen, of die interessant gaat worden. En daar is de wedstrijd begonnen. Scheidsrechter voor de eerste maal gefloten, DVS meteen naar voren. Maurice de Ruiter. Basiel Camara, overtreding. Vrije trap, Jong Almere City. Die de koploper is in de derde divisie, zoals ik net al zei. DVS onderschept de bal, Benjamin Roemion. Daniel van Warven kan daar vandoor. Kan hij daar de 1-0 gaan maken? Fantastisch! We zijn nog net begonnen. 42 seconden op de klok zie ik hier. En komt DVS hier op een 1-0-0-1 voorsprong, moet ik zeggen. Daniel van Warven die sterker dan zijn man is. De keeper van Jong Almere City, Roy Pastoor, al na 42 seconden passeert. Dus DVS hier op een 0-1 voorsprong. Dennis Hollard natuurlijk. Maurice de Ruiter nu. Goeie bal zeg op Benjamin Roemion. Er is heel veel ruimte. Hij kan de 16 meter zelfs binnen gaan. Komt die voorzet. En daar kan Kai Velda schieten. Schiet een metertje of drie over de goal van keeper Pistor. Erveren daar. Nee, dat is goed op Niels Buitenhuis. Stuurt Daniel van Warven. Komt voor de tweede keer voor de keeper. En die keeper redt daar Almere voor een 0-2 achterstand. Want Daniel van Warven had daar weer een grote kans. Lange bal richting de spits. De bal schiet door. Komt bij Anicora. Anicora, heel mooi Joren van Zanten voorbij. Goeie redding daar van Paul Epping. Daar ontsnapt DVS. Schot van F. Morfides. De gevaarlijkste man aan de kant van Jong Almere. Basiel Camara moest dat even snel handelen. Joran van Zanten speelt de bal in de voeten bij Benjamin Roemion. Kaatst hem uit. En een kaats van Daniel van Warven op Benjamin Roemion die door is gelopen. Die gaat versnellen, gaat richting de 16 en die schiet. Dat scheelt niet veel. Dat scheelt niet veel. Dat is een metertje naast. Goede aanval, veel beweging en een gevaarlijk moment. Op Joren van Zanten, die zoekt naar een afspeelpunt, maar hij is misschien net op tijd. Kai Velda ziet de opening bij Raoul de Vries. Goeie bal. En Van Warven die duel aangaat. Een tweede bal voor Koen Vloedgraven. Voorzet voor Raoul de Vries bij de tweede paal. Goeie voorzet. Ja hoor, en het is een doelpunt voor DVS. Een prachtige voorzet van Raoul de Vries die helemaal over het hele speelveld heen gaat richting Benjamin Roemion. Hij raakt hem niet fantastisch, maar de bal gaat naast de doelman Roy Pistoor. En zo komt DVS op een 0-2 voorsprong in de 22e minuut. Het is duidelijk te zien dat Jong Almere City een verdediger doorgeschoven heeft. Ze spelen met 3 achterop, een middenvelder erbij. Dus op die manier proberen ze wat druk te zetten op DVS. Het is een DVS om daar weer een antwoord op te verzinnen. Die bal die is wat kort. En hij valt nog goed. Kan hij erbij? Voorzet. Dat is even jammer. Het scheelde niet veel. Het was een korte terugspeelbal. En de keeper die wilde hem nog wegschieten. 1-2 met de middenvelder. Hij probeert de bal voor te slingen. Haalt hem uiteindelijk uit. Op Anicora. Kruiseer legt de bal klaar en gaat schieten. Dat is een... In tweede instantie een fantastische redding door Paul Epping. Die de eerste bal eigenlijk niet helemaal goed verwerkte. Maar uiteindelijk een goed antwoord had op. En zo zijn we inmiddels in de 31ste minuut. Voor een nog steeds een 0-2 tussenstand voor DVS. Voor de mensen die net ingeschakeld zijn. F. Morfides zoekt. Speelt waar moet hij in? Voorzet.
Het is Robert de Vries die wegwerkt, maar half. Anicora. Speelt hem tussendoor, een 1-2 met jezelf bal. Schot, ja hoor, die gaat erin. Zo is het 1-2. Het was heel handig gecombineerd in de as. En Blaksom, het was niet Anicora die de bal uiteindelijk uitkaatste. En panklaar neerlegde voor, volgens mij was het nummer 16 Telfer. Als ik het goed gezien heb, die de bal in de lange hoek schoot. Kansloos voor Paul Epping, die kon er absoluut niet bij. Genomen, Koen Vloedgraven. Diepe bal, op de mee opgekomen. Ja, oeh, bijna. En wederom een poging, Kai Velda. Oh, deze had meer verdiend. Nu een ingooi. Benjamin Roemion bereikt Maurice de Ruiter. Prima beweging. Gaat er in één keer vandoor. En paast nu Daniel van Warven. Die kan dit bereiken. Daniel van Warven plaatst de bal net naast de paal. Oh. Wat is dit zonde. Dit had toch even de beslissing kunnen zijn. Misschien wel in deze wedstrijd. De 1-3. Schitterend gespeeld door Maurice de Ruiter. Nu ook weer op inzet. Prachtig. Kai Velda. Nu weer Daniel van Warven. Daniel van Warven met de bal aan de voet. Kijkt en paast hem op Maurice de Ruiter. Maar die plaatst de bal net over de lat. Oh. Dit zijn momenten waarbij je de wedstrijd moet beslissen. Eerst Benjamin Roemion uit die prachtige voorzet van Joran van Zanten. En vervolgens Daniel van Warven uit die schitterende assist van Maurice de Ruiter. Via Anincora Telfer. Nu weer Anincora trekt naar binnen. Zo makkelijk spelend. Heel vaardig deze speler. En geeft hem daaraan. Dat is toch een heel gevaarlijk moment. Via een voetje van een van de DVS'ers. Ik dacht Kai Velda. Wederom een corner. Het was een schot van de aanvoerder. Adriaan Kruisheer. Bleksen. Wederom Bleksen. Maar dit levert niks op. Hoge bal op Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter gebruikt zijn lichaam daar heel goed. Heel goed. Maurice de Ruiter. Wat doet hij? Geeft hij een penalty? Doet hij het niet? Hij geeft een schwalbe, denk ik. Gele trui, gele kaart, rode kaart. Rode kaart voor de speler van Jong Almere City. Denk ik. Dat kan bijna niet anders. Dat betekent dat het een penalty is voor DVS 33. Wow. Wat gaat hier gebeuren? Gaat hier dan toch de beslissing vallen? Ja, Maurice de Ruiter. Hele mooie actie. Hij ging strafschopgebied in en werd daar neergelegd door de laatste man van Jong Almere City. En dat betekent dat Jong Almere City met 10 man verder goed. Maar het betekent ook een penalty voor DVS 33. En diezelfde Maurice de Ruiter. Eigenlijk moet je nooit de speler op wie de overtreding is gemaakt de penalty laten nemen. Maar ja, Maurice kan het natuurlijk wel. Kijkt altijd naar de keeper eerst. En wat gaat hij nu doen? Hij kijkt de aanval. Hij kijkt. En paast hem. Prima in de korte hoek, schitterend. Mooie penalty van Maurice de Ruiter. En dat betekent 1-3. Zou de wedstrijd nu op slot zitten? Zou het de sensatie helemaal compleet zijn hier in Almere? Waar die supporters toch in werkelijk Siberische omstandigheden hier naartoe moesten rijden. Dat er allemaal voor over hebben. En het levert waarachtig DVS 33 misschien wel 3 punten op. Komt-ie. Koen Vloedgraven. Benjamin Roemion die daar gelanceerd wordt. Ja, ik ben live in de uitzending. Benjamin Roemion. Hij maakt de beslissing. Hij doet het. Benjamin Roemion. Zijn tweede doelpunt. Hij blijft maar rollen. Wat een plezier. Hamouti. Maar dit is een hele domme actie van Hamouti. Nou, komt hij. Wie weet. Gökhan Yassar. Ja, nee, net niet. Anders had hier zomaar de 1-5 op het scorebord gestaan. Wat jammer voor deze Gökhan Yassar. Maar daar ook weer goed verdedigd. En dat vond ik vanmiddag wel heel frappant. Goed, compact, mekaar helpend als een team. Verdedigen en aanvallen. 3 keer het fluitsignaal van scheidsrechter Van den Burg betekent dat DVS 33 hier de koploper Almere City, Jong Almere City, heeft gevloerd met 4-1. Daar zijn we met z'n allen zeer verheugd over. Volkomen verdiende overwinning van DVS 33. En dat is toch een pracht van een... Het is nog geen kerst, maar het is toch wel een van de
mooiste kerstcadeautjes die ik ooit heb gehad. En misschien nu ook wel in de kantine. Bedankt voor de belangstelling. En DVS 33, het geel-zwarte hart, bloeit weer als nooit tevoren. 4-1 overwinning op de koploper van de derde divisie. 4-1. Ik herhaal het nog een keer. Ik kan het bijna niet geloven. 1-4 voor DVS 33. DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.